zelf. Ik ben Kai van Evenhoven van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten. Maar dat is absoluut niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is de reden waarom we hier vanavond zijn. We zijn een week voor de belangrijkste verkiezingen in dit land, namelijk onze lokale verkiezingen. En hier vanavond op dit podium krijgen we echo. Maar we krijgen op dit podium ook een tiental mensen die volgende week op uw stem rekenen. Om dit in goede banen te leiden, een aantal kleine praktische mededelingen. Ten eerste, het zit hier vanavond echt wel goed vol. Van alle die battles die ik gezien heb de laatste weken, en dat zijn er een stuk of 10, is dit echt wel de beste opkomst die ik gezien heb. We hebben twee debatten, of debatjes. Het eerste deel voor de pauze is met de zogenaamde jongere kandidaten. Het tweede deel na de pauze is met de lijsttrekkers. De jeugdthema's zijn over heel de avond gespreid, maar toch vooral in het eerste gedeelte geplakt. Maar we mogen eerst langs deze toog passeren. Aan deze toog kunnen zij een kort tooggesprekje hebben met onze sympathieke barkeeper van de avond. De eerste kandidaat die ik graag naar voren roep op dit podium is van Kruibeke Plus, Nick Kind. De belangrijkste vraag van de avond alvast om te beginnen. Wat zal u doen? Een pintje. Een pintje voor de heer Kind, ik mag niet zeggen. Ik krijg van mij ook al een platte water mee. Voor moest het te warm worden. Alsjeblieft. Zeg Nick. Je gaat de jongste deelnemer zijn op het debat vanavond. Zit je een beetje zitten? Zeker en vast. Moet wat denk ik. Je moet een beetje vertegenwoordigen door de goede persoon. Oké, dat is duidelijk. Komt op bij Kruiweken Plus, een partij die voor een paar onder ons waarschijnlijk nog onbekend zijn. Gewoon om een beetje te oriënteren op wie heb je gestemd voor de laatste federale verkiezingen eigenlijk. Met de laatste federale verkiezingen heb ik persoonlijk op de NBA gestemd. En nu bij de lokale verkiezingen is dat geen optie om daar weer op te komen. Wel, ik zie dat er de laatste tijd behoorlijke verschuivingen zijn geweest binnen de partij in die jaar. Binnen Kruiweken, waardoor ik niet meer geneigd ben zelfs voor de NBA nog te stemmen. Oké. Het drankje is nog onderweg, dus we gaan er even verder. Ze hebben nu dus afgevaardigd voor de jeugd. Wat is uw grootste strijdpunt? Ik heb wel twee grootste strijdpunten. Het eerste daarvan is het. Het eerste daarvan is het algemeen bekend probleem van een ideale buiflocatie in combinatie met een polyvalente ruimte. En mijn tweede strijdpunt is dat er een betere ondersteuning moet zijn van de jeugd op materieel vlak, als de jeugd nu nog moet betalen voor afsluiting. Ik vind dat een beetje overdreven. Oké, en ondertussen is je dankschrift aangekomen. Ik mocht al afplaats nemen en de thema's die we aanhalen, die komen absoluut zetten aan boord. Bij ons zit Lies in de bouw van Kruidwegs Belang. Goedenavond, Lies. Zelfde vraag om te beginnen. Wat zal u drinken? Een plat water, alsjeblieft. Een plat watertje moet niet gehaald worden, want dat staat hier al voor aan huis. Komt op bij het Kruidwegs Belang. Kan u even vertellen wat dat juist inhoudt? Kan u even uitleggen wat er juist inhoudt? Het belang van Kruidwegs? Hebben we economisch belang of historisch belang? Sowieso economisch belang. Want wij hebben een bepaalde belofte gemaakt dat wij de belasting in Kruidwegen drastisch willen verlagen. Ja. Oké, dat is een duidelijk standpunt. Kruidwegen Belang, ik denk dat jullie lijsttrekker die de vorige keer zat onder het Vlaams Belang, die staat voor onafhankelijkheid. Geldt er al over Kruidwegen? Willen jullie Kruidwegen onafhankelijk houden? De burgemeester had plannen gehad om te fuseren met Beveren. Wat denken jullie daarvan? Ik denk dat het toch wel onafhankelijkheid die willen wij toch. We zijn nu vrij en onafhankelijk, dat is duidelijk. U mag ook plaatsnemen. Dankjewel voor Van de partij Samen voor Kruibeken hebben wij in de zaal aanwezig Tina van Haveren. Tina, dat jullie inzetten op de jeugd is vrij duidelijk, denk ik. Jullie verkiezingspamflet lijkt ook een beetje op een kleurboek met andere kleurtjes. Zodat groen, blauw, rood en nog een beetje grijs erbij. Is
dat je zeer aan de ogen had, hoe het uit socialist? Goh, kijk, we hebben de voorbije 6 jaar eigenlijk heel goed gezien dat SPA, Groen, Open VLD, eigenlijk in de gemeenteraad op veel dingen samen overeenkomen, inhoudelijk. Het was ook niet moeilijk om oppositie te voeren, want ja, de twee grootste partijen die voerden al oppositie tegenover elkaar. We hebben een jaar en een half geleden zijn we gestart in de Duiventoren op het terras. En we zijn eerst gaan kijken, komen wij inhoudelijk wel overeen? Want het eerste wat wij dachten is van, ja, we moeten eerst zien of dat inhoudelijk wel gaat voor Kruiweken. Want anders moeten we er niet aan beginnen. En het is pas 9 maanden later dat we beslist hebben dat we voor het kartel gaan. En ik denk dus dat als je inhoudelijk overeenkomt, dat dat moet lukken. We hebben met andere woorden een voorakkoord gemaakt, maar heel duidelijk naar de kiezer gezegd van, kijk, voorakkoord is Groen, Open VLD en SPA samen. Oké, ze hebben 9 maanden nodig gehad, een volledige zwangerschap, om tot het besluit te komen dat ze gemeenschappelijke punten hebben. Dank u wel voor het antwoord. Dirk, je gaat inzetten op de jeugd. Ja, uiteraard. Als geef van jeugd vind ik het een beetje mijn plicht en vet om hier te zijn. En misschien ben ik een auto zo versteken die vanavond, maar je bent daar zo oud zoals je voelt. Ik voel me nog heel jong. Dus ambitie is om ook volgende keer te geef van jeugd hoor. Wel, laten we zeggen, ik ga weer niet aanspreken over schepen van jeugd worden, maar in ieder geval, de jeugd kan steeds op mijn steun blijven rekenen. Dus als ik geen schepen van jeugd zou zijn, als er een jongere kandidaat gekozen is die kans en wil schepen worden, ga ik daar niet gaan zeggen dat ik wil schepen worden, maar ik zal in ieder geval zeker als ik altijd de jeugd blijven steunen. Schelen in iets met vorige jeugdbeleid? Nee, dus kunnen niets met vorige, of kom niets met vorige jeugdbeleid. We hebben een aantal nieuwe accenten kunnen leggen. En ik hoop die accenten te kunnen verder zetten, ofwel zelf, ofwel iemand van onze partij. Oké, dat is duidelijk. Dank u wel voor het antwoord. Maar ook al. Dimitri, u bent voorzitter van NVA Kruiden. Dat klopt. Al lange tijd? God, hoe lang zou dat zijn? Een jaar ongeveer. Ja. U was daarvoor ook betrokken bij de partij? Betrokken niet bij de partij. Iedereen weet ondertussen dat de burgemeester niet meer onder zijn onafhankelijke lijst stond, maar bij de NVA is toegetreden. Hoe gaat zoiets aan te pas eigenlijk? Kiest de recht voor jullie of kiezen jullie voor de burgemeester? Wel, de NVA is hier kandidaat op met een jonge ploeg, veel nieuwe mensen. Onze burgemeester is ons eigenlijk gevolgd. Wij waren met een hele ploeg mensen vanuit de NVA en wij willen eigenlijk onze partij op de kaart zetten. Het was tijd om ook te verhuren. En dat doen we nu volop en onze burgemeester heeft inzien dat hij voor ons dat hij bij ons ook verder kan. Ik hoop dat hij zijn beste doet bij ons. Oké, dat is duidelijk. Dank u voor deze korte blik achter de schermen. De 5 mensen van de 5 partijen hebben elk een thema zelf voorbereid. Mijn rol is dus beperkt tot grotendeels in de weg lopen en af en toe een kritische vraag erbij stellen. Voor het eerste thema gaan we meteen naar NVA, die als laatste op het podium gekomen zijn. De bedoeling is dat de kandidaten kort zelf hun eigen mening, visie geven over dit thema, maar met nadruk op kort en duidelijk. Vorige week was er hetzelfde concept en toen haalde iemand een nota boven van 18 pagina's en die begon die voor te lezen. Dat is niet de bedoeling. Kort en duidelijk, inderdaad, 2 papiertjes is meer dan voldoende. Vervolgens zullen de andere partijen op dit standpunt kunnen reageren. We geven het woord aan NVA voor het eerste thema. Transparant bestuur. Ja, maar een beetje dichter bij me. Wij hebben gevraagd om even kort te spreken over transparant bestuur en de samenwerking met de adviesraad. Nu, transparant bestuur, een gemeentebestuur is een van de meest transparante besturen die er in mijn ogen zijn. Het staat zeer dicht bij de bevolking. Alles is consulteerbaar, alles is openbaar. De agenda van de gemeenteraden wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Mensen die erom verzoeken krijgen dat thuisgestuurd, per mail, per brief. Alle verslagen zijn openbaar, de begroting is openbaar, de rekeningen zijn openbaar. Dus alles is eigenlijk terug te vinden op de website van de gemeente of via uw gemeenteraadsleden, de mensen die voor u in de gemeenteraad alles eigenlijk ook zo. Daarbuiten hebben ze natuurlijk ook de adviesraden en de adviesraden, daar kunnen eigenlijk de mensen die in een bepaald deelgebied, dus ruimtelijke ordening, jeugd, cultuur, NINA-raad, GECORO,
die kunnen daar hun vertegenwoordigers verkiezen die eigenlijk mee, de bedoeling daarvan is meer bestuur een beter inzicht te geven. Dus wat leeft er tussen in de bevolking, wat zijn de pijnpunten, waar moet het beter, waar ja, is het slechter aan het gaan. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van de adviesraden. En die adviesraden, ik kan alleen maar aanraden aan de mensen die aan de gemeentepolitiek willen doen, engageer u daarin, want daar zit nog eigenlijk niet iedereen in. Dus ongeorganiseerde jongeren bijvoorbeeld zijn volgens mij nog niet allemaal vertegenwoordigd door de jeugdraad. Dus dat is eigenlijk mijn visie op de openbaarheid van bestuur, transparant bestuur. Dat is lovend dat u het belang benadrukt, maar de jeugdraad zelf, zoals die vandaag in Kruijbeke bestaat, heeft u voor hen misschien een advies, een wens, een toekomstbeeld, of vindt u van goed bezig, we doen zo verder? Ik denk dat de jeugdraad in Kruijbeke is iets dat op zichzelf werkt. En de bedoeling is dat hun adviezen tot bij de gemeente geraken door eigenlijk de schepen van jeugd die daarin zetelt. En de adviezen die daar geformuleerd worden, zullen zeker het beleid uitmaken in de toekomst. En daar zijn al goede zaken uitgekomen. Het jeugdwerk beleidsplan is daar uitgekomen. Dat zit daar allemaal in. Dat zijn de subsidies voor de jeugdhuizen. Ik vind dat dat goed werkt. Maar eigenlijk, de werking daarvan hangt af van de mensen die erin zitten. En hoe actiever die zijn, hoe meer adviezen er doorsluizen naar de gemeente. Dank u wel. Zijn daar meteen reacties op bij de andere kandidaten? Samen voor De jeugdraad. Ik heb zelf in de jeugdraad gezeten. Ik vond toch dat er soms nog wat te weinig rekening wordt gehouden met die jeugdraad en het advies van de jeugdraad. Laat ons zeggen dat we willen bevestigen dat natuurlijk alle adviezen die moeten uitgesproken worden over jeugd, dat alles wat over jeugd beslist moet worden, dat dat op een jeugdraad moet komen. De jeugdraad werkt goed. Ik vind dat fantastisch dat die de dag van de jeugd organiseren. Ik vind dat fantastisch dat die meedoen aan de Redmond Rock Rally enzovoort. En ik vind dat ook dat dat moet blijven. Dus wij vinden als Samen voor Kruijbeke, daar gaan we voor de jeugdraad, die moet als initiatiefnemer ook blijven bestaan. Laat ons bijvoorbeeld al eens kijken naar het advies dat ze net hebben gedaan over die aanplakzuilen. Dat is echt het beste op dit moment in Kruijbeke, dat de aanplakzuilen eigenlijk bedoeld voor de jeugdbewegingen, dat die nu overplakt worden door externe commerciële organisaties. En wel, de jeugdraad schrijft dat advies uit voor het politiereglement. Dat is iets dat eigenlijk simpel kan opgelost worden, waar wij in de gemeenteraad blijkbaar niet aan gedacht hebben, maar wel aan de jeugdraad wel kan signaleren. Samen aankopen van... Ja. Mag ik u erop wijzen dat de bordjes niet juist staan? U spreekt nu voor Samen voor Kruijbeke. Ja, ik ben voor Samen voor Kruijbeke. Ja, maar kijk, maar Kruijbeke is belang en een klein beetje opschuiven. Ja, dankjewel. Belangrijk verschil toch wel. Samen voor Kruijbeke. In ieder geval wat ik nog wel toevoegen is dat de jeugdraad. De jeugdraad is ook belangrijk om samen aankopen bijvoorbeeld te organiseren. Van brandblussers, van verzekeringen, van keuringen die moeten gebeuren enzovoort. Het wordt allemaal complexer en een jeugdraad kan daarin veel betekenen. Ongeorganiseerde jeugd betrekken bij de jeugdraad. Ja, dat zijn we al jaren aan het doen, maar niets is moeilijker. Maar dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging om iemand in het bestuur te krijgen van de jeugdraad van ongeorganiseerde jeugd. Dat vind ik een uitdaging. Er is een reactie van de zittende schepen voor jeugd. Ja, ik denk dat we dit jaar, of deze legislatuur, toch wel inspanning gedaan hebben om de ongeorganiseerde jeugd erbij te krijgen. Trouwens, er is vorig jaar of twee jaar geleden, zijn er zelfs een tweetal kandidaten die niet behoren tot een jeugdbeweging in de jeugdraad opgenomen geweest. Dus ik denk dat we daar wel inspanningen voor doen. Het zou nog beter zijn om in het bestuur te krijgen. Ja, die zat in het bestuur. Dat is een uitdaging. Die zat in het bestuur. Ja. We hebben ook een reactie van Kruijbeke Plus. Wel, ik heb nog één puntje en ik sluit mij grotendeels aan met dat de jeugdraad goed werkt voor het moment. Enkel spijtig dat er soms op de schepencollege nog weinig rekening mee wordt gehouden met de adviezen die gegeven worden. Ik heb het jeugdbeleidsplan nog eens nagelezen en daar staat bijvoorbeeld duidelijk in dat de jeugd wenst voor meer fietspaden, voor meer vuilbakken die ook tijdig geleegd worden. Als ik aan de andere zijde zie dat er een burgemeester aan de macht is die dat resoluut weigert, stel ik mij de vraag hoe hard sommige partijen steunen. Dat vraagt alweer om een reactie natuurlijk. Ja, dat is heel simpel. En ik denk dat wat dat betreft wij duidelijk geweest zijn. Wij hebben in het schepencollege niet steeds de nodige steun gekregen van onze coalitiepartner. Met andere woorden, wij zijn daarin heel duidelijk. Mag ik nog iets zeggen over de transparantie? U mag nog iets zeggen over de transparantie.
Ik denk dat het belangrijk is dat de vertegenwoordiging van de jeugdraad ook bijvoorbeeld aanwezig is in andere overleg. Bijvoorbeeld lokaal drugoverleg, daar kan iemand van de jeugdraad zeer goed zijn. Alhoewel ik weet dat mensen die in de jeugdraad zitten vaak al overvraagd worden door veel acties enzovoort. Maar dat vind ik belangrijk. En natuurlijk dat de schepen van jeugd altijd en overal aanwezig is. Dat hij op elk jeugdraad aanwezig is, dat hij op alle evenementen aanwezig is. Dat vind ik natuurlijk vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Ja, dat is. Zijn dat ook zo geweest? Ja, dat is waar. Ik zie hier een vingertje meteen achter mij. We zijn nog maar op drie van het komen. Ja, je moet ook realiseren dat de gemeente zeker rekening houdt met de adviezen van de jeugdraad. Maar je moet ook erover nadenken dat er is niet enkel de jeugdraad. Er zijn 8 adviesraden. Dus de raden moeten zich ook ervan bewust zijn dat zij mogen adviezen doen, maar dat ook niet elk advies kan ingewerkt worden. Dus ik zie de collega van de CD&V zeggen over de fietspaden en over de vuilnisbakken. Nu, daar zijn verschillende visies op die dit debat te boven gaan. Dat is geen zin om daar diepgaand op in te gaan. Maar ik denk toch dat er rekening moet gehouden worden, ook bij de jeugd, dat er zoveel mogelijk adviezen, als ze relevant zijn en nuttig, zullen uitgevoerd worden. En in andere gevallen zal het wel eens gebeuren dat het niet gevolgd wordt. Ja. Het ging bij de vraag wel over het jeugdbeleidsplan natuurlijk, want het heeft een advies is naar een beleidsdocument. Is er nog een reactie van het Kruimbeeks Belang? Niet direct. Ik heb een kleine bijvraag voor eender wie wil reageren eigenlijk. Het jeugdbeleidsplan werd reeds vernoemd. Volgend jaar moet er geen jeugdbeleidsplan meer geschreven worden voor Vlaanderen. Hoe zit het met participatie van kinderen en jongeren? Hoe zit het met de rol van de jeugdraad? Hoe willen jullie dit de komende 6 jaar aanpakken zonder jeugdbeleidsplan? Ik zie direct u popelen om aan het woord te komen, dus ik ga toch eerst tegen naar CD&V gaan. Nee, ik vind het een spijtige zaak dat er geen jeugdbeleidsplan niet meer zal moeten gemaakt worden. Dat is eerst eens duidelijk stellen. Dirk? Ik vind het dus een spijtige zaak dat er geen jeugdbeleidsplan niet meer zal moeten gemaakt worden. Laat dat eerst duidelijk zijn. In een jeugdbeleidsplan kun je zaken inschrijven die gewenst en verwezenlijken. Er was trouwens een jeugdbeleidsplan niet over 6 jaar, maar 2 keer over 3 jaar. Dus dat is een korte termijn, dat heeft zijn reden natuurlijk. En ik vrees een beetje, ik heb er schrik van trouwens, dat doordat er geen jeugdbeleidsplan en ook geen andere beleidsplannen meer zijn, dat er een algemeen beleidsplan is, dat er dan heel hard gaat moeten toegekeken worden op de manier waarop dat beleid gevoerd wordt. Want anders vrees ik een beetje dat de jeugd zou kunnen in de kou staan. Maar ik wil er 100% voor inzetten, zou met onze partij, zal ik maar zeggen, om daar zeker vast op toe te zien. Samen voor de Kruijbeek? Ik denk het gaat over een meerjarenplan gaan. Een meerjarenplan dat toch ook wel stukken over de jeugd gaat hebben. Met andere woorden, er moet een advies gesproken worden over dat meerjarenplan. Dus dat moet naar de jeugdraad komen, het stukje over de jeugd. En zij moeten de tijd krijgen, minstens een maand, om dat te kunnen bespreken. Volgens mij is het ook belangrijk dat de jeugdraad elk jaar een evaluatie krijgt van dat meerjarenplan, van wat is er gebeurd en wat zijn de prioriteiten van volgend jaar. En dat de jeugdraad daar dan altijd opnieuw advies kan geven. En op die manier worden zij wel betrokken bij dat meerjarenplan. Denk ik toch dat dat zo is. Dat waren 2 vrij eensgezinde stemmen. Ik kijk even rond. Hier nog een reactie. Het is niet zo dat er aan stuurvaardig beleidsplan, als dat goed verstreken is, dat er geen beleid meer zal zijn natuurlijk. Dus daarvoor is er ook geen jeugdwerk beleidsplan. Dus er is ook altijd wel, het zal ervan afhangen hoe de jeugd zelf het in handen zal nemen om de adviezen door te laten stromen naar de beleidsmakers. En je kunt plannen en papieren en documenten maken zoveel als dat je wilt. Als de mensen die er niet achter staan, zal er ook niks van komen. Ja, ik hoorde 2 mensen wel zeggen dat zij jeugd gaan inschrijven in het meerjarenplan. U ook? Ja, iedereen? Ja, natuurlijk, maar ik denk dat het jeugdbeleidsplan verdwijnt inderdaad niet. Het kan altijd vooral qua subsidies als leidraad behouden blijven. Ik kijk in de lijst, ik zie dat het vast die subsidies. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het behouden wordt, zolang die verworven subsidierechten ook niet verdwijnen, dat men ook up-to-date blijft. Dat is heel belangrijk. Ik heb schrik voornamelijk dat door het jeugdbeleidsplan gaat verdwijnen, dat bepaalde
voordelen en teruggaven misschien wel nog altijd open horen worden. Dat is mijn grootste zorg op dat vlak. En het kan nog altijd blijven bestaan, vind ik, op de vlak van subsidies. Dat is een mooi punt. Het kan elk jaar worden uitgeschreven voor de gemeente zelf. Het is niet verplicht, maar het kan wel. Goed, ik merk een beetje angst. Anderzijds denk ik van, als ik jullie bezig hoor, zullen jullie er toch voor zorgen dat er geen angst hoeft te zijn. Een reactie van Kruijbeeks Belang nog? Ja, Sam Verkuijbeek maakt zijn verband met prioriteiten in verband met het jeugdbeleid van wat voor de jeugd. Maar als het op aankomt, de jeugd is onze toekomst. Ik vind dat op dat vlak eigenlijk alles in de prioriteit moet zijn. Het komt erop neer dat als je echt iets opstelt in verband met dankjewel voor de jeugd, dat je er ook echt op moet toezien dat alles gelijkaardig blijft. Dat je niet dat gaat voortrekken, want daar gaan we weer problemen voor komen. Ja, dus één duidelijk aanpas voor iedereen. Nog algemene reacties op het thema jeugdraad betrekken en transparantie van het bestuur? Nee? Dan kunnen we het tweede thema aansnijden. Dat gaat meer in de richting van kinderopvang en aanverwanten gaan. En dat wil dan wat naar CD&V. Ja, inderdaad. Kinderopvang, trappenpas, speelpleinwerking. Speelplein heb ik er ook nog bij gevoegd. Dat zijn onze thema's die we willen bespreken. Ik begin met kinderopvang. Er is hier iets ruim 20 jaar voor- en naschoolse kinderopvang in onze drie deelgemeenten. Die CD&V hecht heel veel belang aan de opvoeding van en groeikansen van onze kinderen. En hierbij is betaalbare en aangepaste kinderopvang belangrijk. Vooral naar gezinnen en jonge kinderen toe. De opvang op zich, dat is een groot succes hier in onze gemeente. Maar het feit dat er de voorbije jaren veel extra inwoners zijn bijgekomen, heeft als gevolg dat de locaties te klein zijn en daaruit voortvloeiend wachtlijsten tot gevolg. Wij stellen dan ook een uitbreiding van die locaties als een topprioriteit. We willen ook verder zoeken naar andere manieren om die wachtlijsten weg te werken. En zo op die manier steunen wij al het project Multimove. Dit dient georganiseerd te worden in nauwe samenspraak met de scholen, de opvang en de sportdienst. Maar om nog meer kinderen, laten we zeggen, op dezelfde manier iets te gunnen, wensen we ook Cultimove te organiseren. En dit is een samenwerking, zo zien wij het, tussen school, opvang en cultuurdienst. Wat Krabbenpas betreft, die bestaat uiteraard ook al vele jaren en die werkt goed. Het enige wat hier misschien, we willen die ook blijven ondersteunen, het enige wat hier misschien nog voor verbetering vatbaar is, en naar onze mening is, dat dus de inschrijvingen soms, ja, dat die zou moeten veranderen, want soms zijn er ouders die op een of andere reden te laat zijn voor het inschrijven. Maar goed, dat is een klein verifier dat er een bij is. Wat speelpleinwerking betreft, die bestaat ook al vele jaren. En die is er gekomen eigenlijk, of die werd gestart, om de opvang in de vakanties daar een beetje, dus de kinderopvang, te ontlasten. Hier zijn nog uitbreidingsmogelijkheden. Want tot hiertoe is de speelpleinwerking al een aantal keren moeten verhuizen van locatie. En dat is nooit goed voor een goede werking. Als we daar dus kijken en zoeken naar een vaste locatie voor die speelpleinwerking, dan denk ik dat wat dat betreft die speelpleinwerking kan beter ingeburgerd raken bij de ouders en bij de kinderen. En ook de vrijwilligers die zullen op die manier, laten we zeggen, meer een extra motivatie krijgen om daaraan mee te werken. Wij geven daar uiteraard onze volledige steun om dit verder uit te werken. Speelpleintjes heb ik er ook nog bij genomen, omdat we spreken hier over vakantiespeelplein, werken en allemaal pas kinderopvang, maar kinderen die zich s'avonds bij manier van spreken tijdens de schooldagen of in het weekend willen amuseren, die moeten ook kansen krijgen. Kansen geven aan kinderen en jongeren is trouwens een van onze speerpunten. Wij vinden het ook belangrijk dat die kinderen op het openbaar domein moeten kunnen spelen. Ergens dat ze niet moeten speciaal naar een bepaalde locatie gaan. En daarbij willen wij de bestaande speelpleintjes zeker en vast goed onderhouden. En waar nodig zelfs uitbreiden. Of nieuwe implanten. Ik zeg maar iets, een skatepark kan misschien een alternatief zijn. Omdat, en dat is ook eenmaal zo, de leeftijd en de interesse van jongeren, ja, die wijzigen soms. En dus in die zin moet je kunnen inspelen op de noden van dat moment.
Als ik even goed geluisterd heb, dan heb ik gehoord dat grabbelpas en speelpleinwerking zeker gesteund wordt. Maar de kinderopvang en de speeltreintjes, daar wil u vanuit CD&V in investeren de komende legislatuur. Ja, we willen wel steunen, maar we willen er verder investeren. Ja. Ik ga in twee even uit elkaar trekken. Misschien beginnen met de investeringen in kinderopvang. Waren daar reacties op bij de andere kandidaten? Ja, hier bij het N-VA. Wij zijn daar dus ook 100% voor, want die kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, is zeer belangrijk. Niet alleen voor de kinderen zelf. Ik kan ervan meespreken, ik heb er 2 kinderen in zitten. Die gaan daar doodgraag naartoe, maar het is voor de ouders. Als je beide werkt, is dat eigenlijk een onontbeerlijke iets dat er moet zijn. Anders hebben we dus een grote miserie om onze kinderen eigenlijk opvang te kunnen voorzien. Dus die uitbreiding van die kinderopvang is ook een van onze punten waar we zeker met verder willen gaan. Er zijn al 2 partijen die de kinderopvang zeker gaan uitbreiden. De anderen ook. In dat geval hoeft geen... Ja, inderdaad. We hebben ook voor de uitbreiding van de kinderopvang natuurlijk. Maar ik stel me wel een vraag. Hoe lang is het probleem van de kinderopvang al aan de hand? Hoe lang is het probleem van de kinderopvang al aan de hand? Is er een antwoord op? Nou, dat komt geleidelijk aan uiteraard. Hè. Dus wat ik heb er juist gezegd, wat is het probleem? Er zijn dus inwoners bijgekomen de laatste 6 jaar. Ik ga me niet uitspreken over het juiste aantal, maar ik zeg maar iets 1000 inwoners extra. Die hebben uiteraard kinderen en die kinderen moeten naar kinderopvang. Maar er zijn niet alleen 1000 inwoners bijgekomen, het is geleidelijk aangegaan. En dus zo heeft men geleidelijk aan, inderdaad, is men in problemen gekomen wat locaties betreft. Vooral Basel en Bronnen zijn daar. Is daar op dit moment een probleem? Oké, nog reacties op het kinderopvangluik? Misschien nog 2 kleine aanvullingen gewoon. Ik denk dat het belangrijk is dat we bekijken, het staat ook in ons programma, van hoe dat we kinderopvang en grabbelpas op elkaar kunnen afstemmen. Kunnen kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan ook deelnemen aan andere speelpleinen, sportkampen, noem maar op, al die zaken. Dus ook dat we dat kunnen afstemmen op elkaar, dat daar veel samenwerking en overleg voor nodig is. En een vraag die bij ons ook wel gesteld wordt is, kan de buitenschoolse kinderopvang eigenlijk verplaatst worden qua locatie? Omdat ze vaak klachten zijn omdat ze met die kinderen altijd de grote baan over moeten. Dus is er een mogelijkheid om dat bijvoorbeeld te verhuizen? Dat is een mogelijkheid dat we moeten bekijken. We kunnen daar natuurlijk niet over, maar dat kunnen we bekijken. Dat zijn gewoon 2 aanzetten. Ja, dank u wel. Kruijmig de Laat. Het is niet alleen eigenlijk de vraag om de mogelijkheid om te verhuizen. Het is ook de vraag om de bereikbaarheid eigenlijk van de kinderopvangen goed te maken. Zoals bijvoorbeeld, als jullie weten aan de meubelzak hier en deco, dat is Dada. Dat is ook een kinderopvang. Dus de kinderen van de lagere school, de kleuterschool, maar de gemeenschool gaan meestal naar daar. Maar het probleem is daar ook, hoe moeten die mensen altijd oversteken? Er is geen zebrapad, dat is gewoon niets. Dat is levensgevaarlijk voor de kinderen. We moeten ook zien dat de veiligheid nog gegarandeerd kan worden. Ja, dus ook de veiligheid en er geraken en niet enkel de kinderopvanglocatie. Luik 2 van het betoog van CD&V ging over de speelpleintjes, het onderhoud en de aanleg van nieuwe terreintjes. Zijn daar reacties op? Ik denk het wel. Kruibeeks Belang. Inderdaad, ze zeggen van we moeten deze speelpleintjes en dergelijke moeten uitbreiden. Maar daarbij breid jij ook een probleem uit. Het grootste probleem momenteel is dat heel veel ouders hun kinderen durven te laten gaan naar zo'n speelpleintjes, omdat daar vol zit met hangjongeren, drugs en al die soorten dingen. Het is daar gewoon niet meer veilig. Het is niet veilig om de speelpleintjes drugs en hangjongeren. Ik kan wacht even tot de zaal bedaard is. Ja, als de zaal bedaard is, laat ik het betoog even afmaken. Ze zeggen nog steeds van ja, dat kinderen naar speelpleintjes gaan, maar iedereen heeft daar de kans voor dat hij telkens in de buurt is. Het probleem is dan ook, wat als je nu gewoon, zoals vroeger ooit is geprobeerd, speelstraten maakt. Straten eigenlijk die dat afgezet worden, enkel tijdens een grote vakantie, voor de mensen die dat niet kunnen komen met een auto van 9 tot 6 of 8 uur 's avonds. Vroeger was daar een probleem mee, omdat de ouders waren allemaal niet aan het reden, maar daar moet eigenlijk gewoon vooraf gesproken worden met die mensen die op die plaatsen wonen. Van, is dit doenbaar voor jullie? Willen jullie dit?
Want het probleem is dan, ja, wij willen niet allemaal kinderen van die straat naar onze straat komen en van onze straat. Dus, nog een micro die ik val. Ja, dit is een live uitzending, er kan van alles misgaan. Tegen het eind van de avond hebben we nog één micro. Voilà. Ik vat even samen vanuit Kruibeeks Belang. De speelpleintjes zijn niet veilig en laat ons vooral ook investeren in speelstraten. Samen voor Kruibeek, een reactie op de toestand van de speelterreintjes. De speelpleinen die in orde moeten gezet worden, absoluut. Zeker en vast, en er moeten er meer komen. Maar hoe lang zeggen we dat al in de gemeenteraad? Hoe lang zeggen we dat al dat er hier en daar in nieuwe verkavelingen of waar dat er speelpleinen zijn weggenomen, dat er geen nieuwe in de plaats komen? Hoe lang zeggen we al dat er in de Koude Roek dat speeltuig vol shit hangt van de vogels? Dat de kleine kinderen daar niet af kunnen. Hoe lang zeggen wij dat? En dan vind ik dat raar dat dat nu in het programma staat. Een beetje debat wat... Ja, dat klopt. Meneer de huidige schepen van jeugd, die terreinen had u toch al 6 jaar kunnen aanpakken? Ik durf niet beweren, ik zou zelfs durven zeggen dat ik dat tegen wil spreken, dat er niks gebeurd is deze 6 jaar. Er zijn een aantal speelterreinen die wel aangelegd zijn. Dus dat klopt zeker niet dat er niks gebeurd is. Maar we hebben gezegd, we willen dat die speelterreinen goed onderhouden worden, eerste punt. En in samenspraak met eventueel de bewoners, waar het nodig is, dat als er een nieuwe wijk gekomen is, kijken waar we nieuwe speelterreinen kunnen aanleggen. Tweede punt. En derde punt, ik heb er juist gesproken over alternatieven. Bijvoorbeeld, als de jongeren opgroeien, kan het zijn dat ze liever een skatepark hebben dan gewoon een schuif af, bijvoorbeeld. En dat bedoel ik met vernieuwing eventueel. Dus en dat is hier dat er moet gekeken worden. Als u daar spreekt over het vervuilde speelterrein, ja goed, kom. Enerzijds kunnen we dan misschien aan onze technische dienst vragen of dat ze dat daar eens komen afspuiten. Anderzijds, ik denk dat we moeilijk daar een dak gaat kunnen bovenbouwen, dat de vogels daar niet meer bovenop zitten. Hè. Dus ik denk dat we wat dat betreft een klein beetje moeten... Ja, ik wil even kort reageren op het Kruibeeks Belang dat ze eigenlijk een nationaal thema beginnen in te voeren hier, spreken over veiligheid. Ik denk dat er in Kruibeek niet echt een heel groot probleem is met veiligheid op speelterreintjes. Ik denk dat er dan eerder een probleem is met veiligheid rond de nachtwinkels of weet ik veel. Maar de speelterreintjes die ik hen zie, toch niet echt veel grote problemen. Dat ze beter moeten onderhouden worden, dat zal wel zo zijn. En het thema hangjongeren. Ik stel voor dat we daar straks nog op terugkomen. Ik heb nog één puntje in verband met wat CD&V zei. Ze waren bezig over ja, een nieuw skatepark en dat en dat en dat. Aan de Dulpop hebben ze daar ooit iets van geprobeerd, maar... Wat wil je gebruiken met een nieuw skatepark als je deze oude kunt onderhouden? Een laatste korte reactie uit CD&V en dan gaan we nog even naar Kruijweken Plus. Ik ga niet reageren op niet kunnen onderhouden of iets dergelijks. Het is zo, er is daar op dit moment nog altijd een skatepark dat heel veel gebruikt wordt aan de Dulpop. Er zijn nieuwe skate-rampen, zal ik het maar noemen, gemaakt door de technische dienst. Door een probleem om die te kunnen plaatsen, zeker en vast deze zomer, wat tijdsgebrek betreft, staan die inderdaad nog niet geplaatst. Maar er zijn plannen om daar het skatepark wel degelijk opnieuw in orde te maken. Dan ga ik nog even naar Kruijweker Plus voor een laatste reactie met betrekking tot dit thema. Voornamelijk het puntje aan jongeren. Ik denk, als we naar... Daar kom ik nog op terug. Maar ik ben al laatst. En gaat het echt over de treintjes zelf? Nee, goed. Goed, dan mag u niet. Want we gaan het volgende thema aansnijden. Ik denk dat de hangjongeren zeker terug op de tafel zullen komen. Niet letterlijk, maar dan figuurlijk. En daarvoor gaan we voor dit thema over naar het Kruibeeks Belang en de visie op ongeorganiseerde jeugd.
Het is hem ook dat deze ongeorganiseerde jeugd een enorm groot, ja, een moeilijke zaak is voor weken. Ze weten niet wat gaan we daar juist mee doen, wat moeten we daar echt mee aanvangen, zodat we zich ook ergens mee kunnen bezighouden, zo te zeggen. Wat moeten we met ongeorganiseerde jeugd aanvangen, is de zoektocht. Nee, dat niet alleen. We moeten ze vooral mee betrekken bij alles wat er gebeurt. Maar het ding is hem juist, wie gaat er zich voor aanstellen om die ook echt te betrekken? Je moet echt meer informatie daarover naar buiten sturen van wat van elke jeugdbeweging zijn er altijd natuurlijk vertegenwoordigers en dergelijke. Maar van de organiseerde jeugd zouden ze meer mensen naar voren moeten kunnen sturen. Maar hoe kunnen we dat doen als die mensen eens ingericht zijn? Bij de jeugdbeweging is dat allemaal vanzelfsprekend meestal, van je moet daarin aanschuiven, maar de rest niet. Een zoektocht dus. Ik weet zeker dat Kruijbeke Plus en Samen voor Kruijbeke willen reageren. We zullen beginnen bij Samen voor Kruijbeke. Hang jongeren, een hot item. Ongeorganiseerde jeugd, een hot item. Ja, we moeten ze mee betrekken, dat is duidelijk. Wat dat we ermee moeten aanvangen, wij moeten daar niks mee aanvangen. Die moeten vooral zelf laten weten wat dat ze willen. En misschien hebben we daarvoor wel een straathoekwerker nodig, geen fulltime straathoekwerker. Die zit hier in de zaal precies. Maar Sint-Niklaas heeft dat en we hebben een intergemeentelijke drugpreventiewerker. Waarom geen intergemeentelijke straathoekwerker? Die is met die jongeren gaat praten, de hangjongeren zogezegd. Ik vind dat al een negatieve term, ik ben daar zeker niet voor. Nu, ongeorganiseerde jeugd is wel meer dan alleen de hangjongeren natuurlijk. Ik vind dat een verkeerde term, want dat is precies of die kunnen zichzelf niet organiseren, of die organiseren geen vuif, of die organiseren geen bandje, of die organiseren misschien zo'n spelletjesding, spelletjesavond. Ik vind dat een verkeerde term, maar goed, we gebruiken die en we moeten die zeker meer horen, onder andere door de uitdaging ligt er meer om die nog meer te horen, om die te betrekken bij de dag van de jeugd. Het is niet evident, maar, en ze zijn welkom, dat weet ik zeker, maar de uitdaging ligt daarvoor om nog wat meer promotie te maken misschien, om nog wat meer wat mensen aan te trekken enzovoort. Kruijbeke Plus? Wel ja, voor die hangjongeren als het ware. Ik denk dat er nogal vrij rap wordt gesmeten met de term hangjongeren ook. Ik denk als er vier jongeren op de boek stonden en dan spreekt van hangjongeren. En dan, ja, dan komen de logische gevolgen, die doen drugs en doen maar op en dat is een slechte invloed en die zijn veilig. Dan stel ik mij de vraag, ook over die speelpijntjes terug, zal ik het hier over doen. De ouders die daarmee gaan spreken die ooit tegen die jongeren dat er zijn, als die voor overlast zorgen, ging dat veel ouders ook gewoon hun kinderen wegtrekken zonder met mensen zelf te gaan praten. En ik denk, er moesten hangjongeren zijn die voor overlast zorgen dat er meer gepraat moet worden. Niet direct zelfs door de straathoekwerker, door de personen zelf die dat overlast gaan binden. Want ik weet dat er heel veel jeugdbewegingen zijn die ineens politie voor hun deur krijgen. Waarom? Er is geluidsoverlast. Ik denk, als de buurman naar een jeugdbeweging stapt en zegt, excuseer mannen, mijn zoon of dochter slaapt al, dat genoeg is. Dat is niet het probleem van de politie. Ik denk dat we een beetje de kans moet geven van de jeugd, de hangjongeren zo gezegd. Je kunt ze niet allemaal organiseren als het ware. Je moet op de jeugd de kans geven voor jeugd te zijn. En je moet alles iets op de vingers doen. Dus ook, als er eens een beetje blijft staan, dan zijn er nog geen hangjongeren. Oké, daar ben ik aan praten. Straathoekwerker. Ik ga even de CD&V en N-VA naar voren laten, maar met een gerichte vraag eigenlijk. Ik was mij aan het afvragen terwijl ik de mensen bezig hoorde. Misschien vinden jongeren het gewoon wel leuk van te hangen met vieren op straat. En misschien is dat niet noodzakelijk overlast. Of ben ik dat fout? Wat?
dat jongeren op straat zich en met een viertal samen of vijf samen op straat bewegen, ik denk niet dat het een probleem is. Het probleem kan gecreëerd worden als dat natuurlijk een beetje escaleert in de zin van dat het s'avonds heel laat wordt en heel luidruchtig. Maar ik durf hier niet gaan beweren dat we hier daar overdreven veel last van hebben. Ik zeg niet dat het niet zal bestaan, maar ik durf niet gaan beweren dat we hier overdreven veel last van hebben. Ik zou ook nog eventjes willen terugkomen op de ongeorganiseerde jeugd. Ik denk, we zijn hier in jeugdhuis Terwalle en ik zeg chapeau voor het jeugdhuis, wat zij allemaal doen. En zij zijn een stukje degene die de ongeorganiseerde jeugd kunnen opvangen hier. En daar is misschien wel nog een puntje dat we kunnen dus het jeugdhuis mee steunen om die ongeorganiseerde jeugd hier op te vangen en te leiden naar bepaalde zaken. Jeugdhuis gehoord. NVA nog een reactie? Er zit hier weinig verschil tussen alle partijen. Hè. Dus hangjongeren die overlast veroorzaken, daar is niemand voor. Maar hangjongeren die leerlingen van Sint-Joris die buitenschools middags een broodje gaan opeten met vier op een bank en die op de bank op een andere manier zitten dan ze aan de normale mensen erop zitten, daar kunnen we toch niks tegen hebben. Hè. Als er echt problemen zijn, ja, dan moet er iets aan gedaan worden. Dan over die ongeorganiseerde jeugd. Het is niet omdat ze niet georganiseerd zijn, dat ze niet gelukkig zijn. Misschien willen ze ook wel niet. Er zijn genoeg jongeren die zich individueel ontplooien en individueel bezig houden. Het is van belang dat we ze proberen te betrekken binnen het jeugdbeleid. Maar als ze niet willen en ze zijn perfect gelukkig, laat ze doen. Oké, duidelijk standpunt. Ik heb niemand horen zeggen dat er massaal met de gasboetes gaat gesmeten worden de komende jaren in Kruijbeke. Dus ik ga de discussie ook niet openen dan. Misschien gewoon overstappen naar het volgende thema. En dat is er eentje voor Samen voor Kruijbeke. De toestand van de Kruijbeekse jeugdinfrastructuur. En geen nood, u krijgt mijn micro. Wij zijn eigenlijk heel dankbaar dat we dat thema mogen toelichten, want het is een prioriteit in ons programma en een prioriteit in het jeugdbeleidsplan. Als je nog maar kijkt naar onze lijst en je ziet al de jeugdige mensen erop staan, dan weten dat jeugd bij ons een prioriteit is. Het is zeker een prioriteit voor de scouts en de Giro en de Pomondo, want hoe dat die daar zitten, dat is echt een schandaal. En pas op, ik zou niet liever zeggen, we gaan voor Kruijbeke ook een lokaal, we gaan voor de Pomondo ook een lokaal, we gaan voor iedereen een lokaal zetten. En ik wens dat dit. En dan lijkt wel het fusietje van deze week een beetje. Het is een debat. En zeker als je de beloftes allemaal hoort, dan is bij ons, laat mij dat duidelijk zeggen, een nieuwe sporttaal ondergeschikt aan nieuwe jeugdlokaal. Oké, nog even. 75.000 euro staat er in het jeugdbeleidsplan van volgend jaar. Dat is in ieder geval, dat blijven we natuurlijk behouden, dat is een goede zaak. Er is een goed reglement voor opgesteld, hè. Christophe van de Vijver heeft dat in de tijd nog opgesteld. Daar zit visie achter. Wat kan een gemeentebestuur nog doen, buiten alleen dit, hè, is ondersteuning geven, advies geven, technisch advies geven, samen gedragen verantwoordelijkheid, meer op de tafel gaan zitten, of misschien zelfs borg staan voor leningen, voor jeugdwerk, want die kunnen vaak moeilijk leningen krijgen. Maar we moeten dan wel zekerheid hebben. Zekerheid heeft het jeugdwerk heel weinig. Ik kijk naar de scouts van de Pomonde, de Giro van de Pomonde, die weten eigenlijk niet tot wanneer ze in de lokale kunnen zitten. Omdat ze een gebruiksovereenkomst hebben. Wel, ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van het bestuur van Kruijbeke dat alle jeugdbewegingen veel meer zekerheid krijgen over tot wanneer dat ze een lokaal kunnen gebruiken. Al is het met een symbolische euro, een huurcontract, maar dat er zekerheid is. Want nu, dat is toch een beetje onwezenlijk. En we moeten creatief zijn. Creatieve oplossingen, want geld, dat kunnen we niet openen. Het gaat financieel slecht met Kruijbeke. Laat ons bestaande gebouwen bekijken. Laat ons ruilen. Ruilen op een gebouw met gronden en een projectontwikkelaar die dan een gebouw zet.
Fantastische oplossingen kunnen er zijn met privébetalingen misschien. Hè? Creatieve oplossingen waar we voor moeten zorgen. En ik kan mij ook niet voorstellen dat de anderen hier iets anders over gaan zeggen. Want dat is duidelijk gewoon een prioriteit. En bestuur, een gemeentebestuur, moet meer actief op zoek gaan naar oplossingen. Ja, toch wel. Oplossingen voor de jeugdbewegingen en het jeugdwerk. Het meest duidelijke dat ik gehoord heb is eerst lokalen voor de jeugdbewegingen, dan pas een sporthal. Zijn er nog die er zo over denken trouwens? Gematigd, zegt Kruimbeke Plus. Wel, inderdaad. Er is in Kieven al 75.000 euro voorzien volgend jaar. Wij denken dat dat voor een eerste tussentijdse oplossing al zeker en vast genoeg zal zijn voor de komende jaren, voor stilletjes aan te sparen, voor ineens het heftige lokaal te zetten. Ik hoor hier wel zeggen van er moeten lokalen komen, er moet geruild worden, er moet creatief gedacht worden. Dan denken wij dat wij al met een gedeeltelijke oplossing zijn gekomen. De KRI van Kruijbeek heeft bijvoorbeeld grond gekregen van de boswolder hier, die mee onteigend was. In Rubbelmonde ligt er ook nog een strook grond die mee onteigend is normaal gezien. Ik denk dat dan voor de praktische kant van de organisatie, want daar hoor ik niet zo over, dat makkelijk is voor tijdelijk hierom zo snel mogelijk een grond te krijgen van de potpolder en daar eventueel tijdelijk containerlokalen, dat die hier wel een discount zowel warm zitten van de winter. Containerlokalen kunnen nu uitgerukt worden met gas, met elektriciteit, alles dat je wilt. Die kunnen goed geïsoleerd worden, zodat ze ook warm zijn. En er kunnen ook materiaalcontainers voorzien worden. Dat lijkt mij nu tijdelijk de beste oplossing. Ja. Dank u wel. Achter mij zie ik twee vingertjes. Dat is ook al wat ze kunnen doen, want ze hebben geen micro. Maar ik zal even een micro geven. Ik wil toch even relativeren. De jeugdlokalen aan de KRI en de Kruijbeke. Grond gekregen van de potpolder, dat is niet correct. Hè. Dat is een concessie. Dat moet betaald worden, dat is niet gratis. Dus misschien op termijn, als dat regelingen kunnen getroffen worden, zal dat misschien verbeteren. Maar op dit moment, dat is niet gratis, de gemeente doet dat. Wat dat Rubbelmonde betreft, dat is ook nodig dat daar iets gebeurt. Maar zij zitten in gebouwen die niet van de gemeente zijn. Spreken over huishuren van 1 euro, van een symbolische euro. Ze zitten niet in gebouwen van, ze zitten in gebouwen van de parochiale werken. Als de parochiale werken nog geen bestemming heeft gegeven aan de gebouwen, is het moeilijk voor de gemeente om daar ook op de kaart te springen en al van alles te proberen te regelen. Ik stel hem voor om, ja, doe gelijk de Giro van Kruijbeke, maak een goed plan op en de gemeente zal je steunen. Ik mocht er zeker van zijn, je zet de volgende op de lijst. Ja, ik zal geen eens verder doen inderdaad, maar natuurlijk dat is een thema dat bij ons, bij de partij, enerzijds heel nauw aan het hart ligt. En waar ik ook wel eens zou willen zeggen dat wij de voorbije 6 jaar er mee voor gezorgd hebben dat er toch elk jaar 75.000 euro was ingeschreven, dat er daar een aantal projecten, en we zitten hier in zo'n mooie realisatie, met die 75.000 euro aan lokaal verbetering heeft kunnen doen. Terwijl, ik noem ook nog de Giro van Kruijbeke hier, er zijn inderdaad nog nieuwe bewegingen. Er was een hele grote achterstand die moest ingehaald worden. En dat kun je niet van vandaag op morgen doen. De scouts, die weten dat trouwens van mij al, maar ik wil dat hier rust nog maar eens herhalen, die staan inderdaad als eerstvolgende op de lijst. Ik ga er eventjes bij zeggen, dus die 75.000 euro, wij zeggen ook heel duidelijk dat die moet jaarlijks ingeschreven blijven tot alle jeugdbewegingen in een, dat wil zeggen, fatsoenlijke lokaal zich kunnen huisvesten. Ik ga nog eventjes terugkomen op die zekerheid die Tina daar juist zei. In ons reglement van die 75.000 euro is één zaak opgenomen. Dat is dat een zekerheid van de eigenaar moet gegeven worden aan de jeugdbeweging dat ze daar minstens 20 jaar kunnen blijven. Als die 20 jaar niet wordt aangehouden, dan moet de eigenaar een deel van de centen teruggeven. Dus dat is toch wel heel duidelijk naar een zekerheid voor de jeugdbewegingen toe. Hey, anderzijds is het inderdaad zo dat er voor Rubbelmonde eigenlijk twee locaties zijn waar ze mogelijk zouden terecht kunnen. Dat is WNZ, er is daar een stuk grond dat ook in concessie kan gegeven worden, of op de CNR. Dus beide zijn mogelijk. En ik, zoals mijn collega hier naast mij zegt, laat ons hopen dat ze al bezig zijn, ik ben er overtuigd dat ze daarmee bezig zijn, met een dossier klaar te maken, zodat ze, van zodra dat klaar is, dat dossier kunnen naar de gemeente komen. Maar er zijn nog andere jeugdbewegingen. Ik zou zeggen, probeer allemaal te beginnen met een dossier en dan kunnen we zien op welke manier dat we kunnen oplossen. Dank
Er fluisterde iemand in mijn oor. Mag ik reageren? Jawel, samen voor Kruidenk, u mag nog even kort reageren. 3D'en. En ja, doe maar, maak een plan op. Dat is nu net hetgeen wat Samen voor Kruidenk niet wil. Gemeentebestuur gaat mee een plan opmaken. Gemeentebestuur gaat mee een oplossing zoeken. Ook al zijn we daar geen eigenaar van, ook al zullen we daar geen eigenaar van worden, we gaan mee rond de tafel zitten om te denken. Tweede ding, zekerheid. Zekerheid niet enkel bij investeringen, maar ook voor jeugdbewegingen die nu in gebruiksovereenkomst zitten, die misschien nog geen nieuw lokaal of nog niet direct een nieuw lokaal moeten hebben, want willen zal natuurlijk wel, maar moeten hebben. Ook zekerheid voor andere lokalen is belangrijk. Denk maar aan ja, de kerkfabriek, parochiale werken samen met je beweging op de tafel brengen. En ik heb niemand eigenlijk een antwoord horen geven over de prioriteit van jeugdlokalen over de sport. Dat is waar. Ik zou daar heel simpel willen op antwoorden. Ik denk dat er ook heel veel jeugd aan sport doet. Met andere woorden, zomaar onmiddellijk zeggen dat we enkel gaan investeren in jeugdlokalen. Ik denk dat dat een klein beetje een brug te ver is. We moeten prioriteiten stellen, dat is heel juist. Maar we moeten de prioriteiten zodanig verdelen dat we eventueel beide zaken kunnen realiseren. Beide zaken realiseren? Ja, tuurlijk, ik wens. Maar ja, Sinterklaas, het is prioriteit. En als er financiële middelen zijn om ook een sporthal, tuurlijk, daar gaan we ervoor. Zijn er privé-mogelijkheden, zijn er samenwerkingen met scholen mogelijk om een sporthal te zetten? Absoluut. Maar prioriteit, en dat was mijn boodschap, prioriteit jeugd. Ja, nog kort. Prioriteit jeugdlokaal blijft. Dat doet niks af aan de zaak van een sporthal. Jeugdlokaal, die blijft. Die 75.000 euro, die blijft. Punt aan de lijn. De 75 blijft. En hier wordt gezegd, eerst de jeugdlokaal, nadien pas de sporthal. Ik ga hier naar Kruidenk plus de micro geven. Ja, ik hoor hier veel zeggen, stel maar een plan op. Doe maar dit, doe maar dat, dat moet zeker zijn. Maar ik hoor ondertussen wel geen oplossing op korte termijn, omdat de winter voor de deur staat. En dan kunnen we kort weer jeugdbeweging en scoutlokaal zetten. Ja, excuseer, maar de scouts die mogen in de winter gebruik maken van de klare gemeentezaal. Dank u wel voor dit al iets heviger debat. We gaan overgaan naar het laatste thema. Dan zal ik direct een hand zien van iemand die nog wil reageren. En het laatste thema wordt aangereikt door Kruidenk Plus. Het thema jeugdbeleid hebben we al grotendeels gehad. Hij begint eens, want de mensen hebben het niet gehoord. Wel ja, inderdaad. Het thema jeugdbeleidsplan hebben we al gehad, dus ik ga niet in herhaling vallen. Het andere thema dat ik wou aankaarten was het ondersteunen van de jeugd. Het is namelijk zo dat de jeugd nog altijd voor een vuif of weet ik veel wat moet betalen voor stoelen, tafels, zetel, na de afsluiting. Het kost nog altijd geld. Het kost niet veel geld, maar het kost wel geld. Voor projecten die voor in de gemeente zelf zijn, vind ik niet dat men moet kosten aanrekenen aan jeugdbeweging. Dus organiseren in de gemeente, voor de gemeente. En ook zo, als men iets uitleent van de gemeentedienst, provinciale uitleendienst, dan wordt er ook vervoer geregeld. Maar wij betalen nog altijd als wij materiaal willen uitlenen. Dus het moet goedkoper kunnen en ik zou meteen een hand omhoog houden. Wel goed, ik wil eventjes duidelijk stellen. Enerzijds, er is inderdaad een reglement wat uitlenen van tafelstoelen en podiumelementen betreft en dergelijke meer. In dat reglement staat heel duidelijk, als de jeugdbewegingen het zelf komen halen, dat het dan gratis is. Dus dat is de eerste zaak. De tweede zaak, waarom is dat reglement er gekomen? Omdat we gemerkt hadden, ik zeg niet dat van jeugdbeweging is, ik zeg niet dat van jeugdbeweging is, maar dat was op sportwedstrijden, dat er, laten we zeggen, 200 nadelgekkers werden besteld en er maar 20 werden gebruikt. Ik geef, dus onderlinks. Dus om dat tegen te gaan, hebben we gezegd, kijk, we gaan er een kleine bijdrage voor vragen, maar als je het gratis komt halen, dan kan het nog altijd, zelf komt halen, kan het nog altijd gratis. En wat is daar heel belangrijk aan? Dat materiaal gaan wij staan binnen de gemeente, maar ons personeel die moet ervoor ingezet worden. En als iemand ze zelf komt halen, gaat hij er geen 200 komen halen als hij er maar 20 nodig heeft.
Wat vervoer naar provinciaal uitlenings betreft, daar is al dikwijls vanuit de gemeente een bestelwagen, dat moet mee gesloten bestelwagen, ter beschikking gesteld. De provinciale uitlendingsdienst, dat die niet gratis of die is eigenlijk wel vrij goedkoop. Dus ik durf niet zeggen dat het daar zo duur is. En inderdaad, alles kost een klein beetje geld, dat is juist. Dus zelfhalen blijft gratis. Korte reactie bij u. Ja, dan vraag ik me af waarom het halen van de provinciale uitlendingsdienst geen geld kost, maar dan rijdt ook een kabinet van de gemeente, dat kost geen geld. Voor een kabinet van de gemeente te laten rijden binnen de gemeente zelf kost het wel geld. Ja, ik denk dat het, als je dus op de provinciale uitlendingsdienst gaat gaan halen, ik ga niet zeggen dat het personeel nog nooit heeft afkomt, die rijdt nog dikwijls zelf. Maar ik zou voorstander zijn zelfs van een bestelwagen ter beschikking te stellen zonder personeel van de gemeente. Mocht dat gerust weten, dat is mijn visie daarop. Dat kan een van de besparingen zijn, want dat personeel kan op dat moment iets anders doen binnen de gemeente. Hey, er is veel werk genoeg of zoiets. Ik heb dat verschillende keer ook op de gemeenteraad, elke college gevraagd trouwens, om gratis voor hun vereniging gratis een vrachtwagen of bestelwagen ter beschikking te krijgen. Dus goedkoop uitlenen en ook goedkoop vervoer erbovenop, dat is duidelijk. Reactie van de N-VA? We kunnen misschien proberen een truc gratis te maken voor de jeugdbeweging. Dat zou een vast voorstel zijn. Het was vroeger zo, in de vorige legislatuur was het gratis. Met de huidige legislatuur was er de eis eigenlijk de vraag om een reglement op te stellen. Met dus een bepaald tarief per stoel werd opgelegd. Misschien kunnen we dat wel afschaffen. Dat is ook mijn punt voor het echte achterschap, voor de training en sporttraining. Maar goed, ik heb daar juist gezegd waarom dat we dat reglement hebben ingevoerd. Hè? Om te vermijden dat het besteld wordt voordat men het nodig heeft. Dat is eigenlijk de reden geweest. En als er jeugdbeweging echt zware problemen hebben met het vervoer, dat ze die zelf kunnen komen halen, dan kan er altijd gesproken worden. Ja, dus de bereidheid voor veel gratis. Iemand had een klacht dat ze geen micro had. Over deze thema's denk ik, dat is nu echt een thema waar een advies voor van de jeugdraad nodig is. Laat de jeugdraad daarover dat bekijken in langs alle kanten en dan een advies formuleren. En dan kunnen we daar als gemeentebestuur natuurlijk goed over nadenken. Dus ik zou zeggen, dat is al het volgende puntje op de jeugdraad, Katrien. Zet het maar op de agenda. Algemeen beleid, mag ik twee dingen daaraan toevoegen? Fuifbeleid, vind ik dat daaronder hoort. Ik denk dat we heel belangrijk, een sterk fuifbeleid, dat voor ongeorganiseerde jeugd en voor jeugdbewegingen zeer handig is. Om te weten, wat mag er van reglementeringen, wat mag er niet, waar moet ik naartoe met mijn paparazzen, waar kan ik materiaal uitlenen enzovoort. Wat mag er voor alcohol verkopen enzovoort, want die wetgeving is niet zo duidelijk niet meer. Ja, ondertussen misschien terug wel duidelijker, maar er is toch een en ander gewijzigd. En het tweede punt bij algemeen beleid dat ik wil aankaarten, is de toegankelijkheid. De toegankelijkheid van jeugdwerk, van het jeugdhuis enzovoort. Hè. Toegankelijkheid in de brede zin. Ik heb het daar niet alleen over mensen in een rolstoel, maar ook voor mensen die een andere beperking hebben, maar ook voor kansarme kinderen die in kansarme gezinnen opgroeien, financieel beperkte gezinnen enzovoort. Laten we bijvoorbeeld nadenken over sociale vakanties. Kindervreugd bestaat in de Antwerpse, we hebben die al eens komen laten praten, komen toelichten zo van wat dat een werking is. Die kunnen die gewoon uitbreiden naar Kruijbeke, waardoor dat er eigenlijk sociale vakanties vanuit Kruijbeke ook georganiseerd kunnen worden. Dat is een kleine moeite, want die organisatie bestaat, we moeten het gewoon verbreden. En dat vind ik dat ook wel thuis hoort onder algemeen beleid. Dank u wel. Ik ga even gewoon verder gaan op een eerste puntje. Wou je nog reageren op hetgeen gezegd hebt? Gewoon in het algemeen eigenlijk. Men zegt ook van we hebben de voorraad van dat en voorzieningen van dat nodig. Maar elke vrouw op zich heeft een andere soort voorzieningen nodig. Dan is er een tent, dan is er echt een zaal. En als je nu gewoon echt iets heel gemakkelijk maakt, iets gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld de buitenkant van de potpolder. Daar zijn nog enorm veel kansen nu te dringen binnen het horen. En waar wij ook aan dachten was bijvoorbeeld een fuifzaal daar te zetten. Dat is een mooie overgang naar de vraag die ik wou stellen inderdaad. Want de fuifzaal, dat was nog niet naar boven gekomen vandaar tot zo vast. En nu hebben twee kandidaten eigenlijk al gezegd, er moet gefuifd kunnen worden in deze gemeente. Moet er gefuifd kunnen worden in deze gemeente en is daar dan een fuifzaal voor nodig? Ik ga eerst de N-VA aan het woord laten.
En natuurlijk moet er gevraagd kunnen worden. Hè. Dat is eigenlijk, als je jong bent, wil je natuurlijk uitgaan, vrienden leren kennen, een pintje drinken, dat moet allemaal kunnen. Hè. Nu, op het gebied van Vijven heeft de gemeente Toogzaal aangekocht. Dus dat is al een van de locaties waar Vijven georganiseerd kan worden. Hier kunnen er ook Vijven georganiseerd worden. Als er echt grote evenementen zijn, Molenberg Kermis, dat zijn privé-initiatieven die ook in samenwerking met de gemeente een grote tent daar zetten. Maar het voorstel om een Vijvenlokaal te gaan plaatsen in het gebied van Waterwegen en Zeekanaal, vlakbij de dijk, ik denk dat dat niet strookt met het natuurgebied dat erachter gaat liggen. Dus ik denk dat dat eigenlijk iets is dat op die plek niet haalbaar zal zijn. Naast u, wat ook iemand reageren? Ja, uiteraard. Ik denk dat wat dat betreft toch wel een klein beetje van mening verschillen. Onze visie is dat er daar wel degelijk een Vijvenzaal kan. Met de huidige technieken kan een Vijvenzaal zodanig gemaakt worden dat er weinig geluidsoverlast naar buiten komt. Als je dan nog eens goed kijkt hoe dat je uw uitgang plaatst, welke wegen er naartoe en dergelijke meer, dat moet natuurlijk een volledig plan zijn, een goed bestudeerd plan zijn. En dat is ook een van onze prioriteiten. Wij willen daar werk van maken. Ik ga niet zeggen dat we dat morgen al kunnen realiseren, maar we moeten daar ernstig werk van maken om hier een degelijke Vijvenzaal voor onze jeugd te kunnen realiseren. En ik denk dat de jeugd daar zit op te wachten. Nog iemand die duidelijk een vijf zou willen? We gaan naar Kruijbeke Plus. Wel, wij zijn ook inderdaad voor een vijfzaal, maar wij denken voor een vijfzaal apart is inderdaad niet echt veel geld over. Daarmee dat we liever een plek van sport afspreken over een polyvalente ruimte die voor zowel sport, voor zowel een vijfzaal is. En inderdaad, dan moet je sport al niet gaan uitrusten met een parket. Maar dat kan wel naar gekeken worden. Dat is de micro. Een sportvijfzaal in plaats van een sportzaal. Ja. Dirk heeft de micro, dus hij mag erop reageren. Ja, maar het staat ook in ons programma. Ik kan zeggen, het is gevaarlijk, maar nee, we zijn er al langer voorstander van. Van inderdaad een polyvalente ruimte aan de sporthal. Die kan gebruikt worden voor sport, maar in overleg waar er ook moeten vuiven kunnen plaatsvinden. Dat is allemaal moeten kijken op welke manier dat zo'n zaal dan moet ingericht worden. Ja, ik hoor het allemaal graag zeggen. Wij zijn absoluut ook voor een vuifzaal natuurlijk. Hè. Maar wie gaat dat allemaal... Ja, we zitten financieel moeilijk. Hè. En de Jos gaat het er straks over hebben. Ja, de Jos. Onze Jos. Financieel gaat het niet zo goed bij Kruijbeke. Dus kunnen wij die belofte zien allemaal zomaar zitten doen? Oké, als we andere kaarten krijgen, als er misschien privé-initiatieven, misschien moeten we met in dat industrieterrein, misschien moeten we daar gaan nadenken om een vuifzaal te zetten en daar met privé-initiatieven samenwerken. Maar een vuifzaal, een sporttaal en nieuwe jeugdlokalen. Ja? In nog een keer de volgende dag erbij, hè? Ja, bij ons en andere. Kruijbeke Belang? Ze zeggen hier, maar ja, er zijn niet veel financiële middelen, maar aan het Veer is ook een heel groot gebouw. Dat wordt dan verhuurd voor die symbolische euro. Maar dan gaan ze het ook nog eens onder verhuren. Ja, wat kunnen we daarmee aanvangen? Als we bijvoorbeeld zo'n ruimte zou hebben van die symbolische euro. OCMW. Ja, die ruimte is van symbolische euro, maar dan is onder verhuurd, dan mag je dat ook opdragen. Als je dat hebt en je drukt daar in heel veel van, je renoveert dat is nooit een symbolische euro, maar ja, hebben we er niks van. Hè. Ja. Dus dat ook in deze ruimte. Beter nadenken over wat u ter beschikking stelt. Kruijbeke Plus, wat een reactie? Ja, over de financiële situatie. Ik denk ook, die financiële situatie is al veel verder doorstaan. Als je eens kijkt naar het patrimonium dat de gemeente heeft. En daar is al snoeien in de nutteloze gebouwen in mijn oog. Ik denk als men naar een polyvalente ruimte zou gaan, dat men met gemak het hoogzaal kan verkopen. Want dit is nu een vuifzaal die eigenlijk niet veel gebruikt wordt door zijn ligging en door zijn inrichting. Die heeft ideaal, dus het ook zelfs dat dan als de nut verliezen. Men kan het gebouw wel verkopen. Verkopen het al als bouwgrond is noods. Dan wel bijvoorbeeld de portefeuille. Er zijn ook gebouwen, de West-Indië en de Londen zijn bijvoorbeeld andere dingen waar wij aan denken. Dat die echter nog niet in het zakelijk zijn. Even mijn excuses dat ik met de rug naar jullie sta, maar ik ga even naar hier kijken. Ik noteer dat iedereen binnen de 6 jaar ervoor gaat zorgen dat er gefuifd kan worden in deze gemeente in 2018 nog steeds. Zelfs
als er financieel weinig middelen zijn? Als dat geen positieve noot is om mee af te sluiten dan. We hebben straks nog een debat met de lijsttrekkers van de verschillende partijen. De mensen hier vooraan zijn al zeker enorm bedankt om hier op dit podium te willen zitten. Hopelijk heeft u zelf al kunnen nadenken van oh, die verdient mijn stem of die verdient mijn stem zeker niet. Mag ik in elk geval, los van uw voorkeur, vragen een kort applaus voor deze vijf mensen hier vooraan. En dan zien wij elkaar binnen een kwartiertje terug.